welkom bij de bank. Bij mij op de bank zit Helen Botman. Helen is zangeres en stemcoach. En ja, Helen, leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. Ik wilde heel even een beetje met je teruggaan in de tijd. Hè. Waar ben jij geboren? In Wervershoofd. Oh, dus het is niet ver weg hier. Nee, nou, het is... Ik weet niet, dat is relatief, hè? Ja. Wat is ver? Ja. En kwam je in een gezin, een creatief of muzikaal gezin terecht? Nou, niet per se. Niet dat mijn ouders, zeg maar, muziek maakten of zo. Wel heel veel plezier hadden in muziek. Ik weet van mijn moeder dat ze vroeger altijd met mijn tante aan het zingen was. En wij waren zelf ook altijd aan het zingen bij de afwas. Toen was ik al groter. En ik heb ook even terug zitten denken. Dat met mijn vader, volgens mij, keek ik altijd Afro Stop op. Dat was het muzikale item wat wij dan deelden. Ja. En ze zongen allebei wel... gewoon vrolijk in het huis. Mijn vader onder de douche, mijn moeder tijdens het de dingetjes doen. Dat is eigenlijk de muzikale input. Ja, eigenlijk was dat vroeger vaker, hè? Want wij zongen ook tijdens de afwas altijd met z'n allen. Ja. Maar ja, de afwas wordt niet meer gedaan, hè? Nou, bij ons nog wel. Ja? ja, en dan is het wel heel leuk om dat samen te doen en om het dan zingend te doen. Dan gaat de tijd wel snel. Dat is bij jullie natuurlijk niet zo moeilijk, hè? Om het samen te doen. Niet moeilijk, maar we doen het niet zo vaak zingend. Nee, dat toch niet. Nee, jullie zingen al genoeg. Ja. Ja. Heb jij op school muziekles gehad? Ja. Ik weet niet helemaal zeker hoe dat ging met les. Maar ik weet wel, wij hadden de eindkring op vrijdag. En dan mocht je... dingetjes doen, zingen, dansen, acteren. En dat waren wel de momenten die pakte ik met mijn vriendinnen. Dus daar gingen we altijd heel serieus voor repeteren, dansjes bedenken. Playbacken was toen de playback show. Ja. En later werd dat de soundmix show. Dus we waren ook aan het playbacken en aan het zingen. Dus daar waren we heel actief in. Ja. En had je toen ook al een beetje het idee van dat je later dat wel zou willen worden, zangeres of zo? Dat weet ik niet. Dat wisselde wel. Dat soms wel. En ik weet ook dat ik actrice wilde worden. Want het leek me geweldig om allemaal verschillende karakters te spelen. En allemaal soort van verschillende levens te leven. Ik was wel heel nieuwsgierig en heel enthousiast en gretig. En ik denk dat het een beetje heen en weer wapperde. Dat het ene moment leek het me heel erg leuk. En het andere moment dacht ik, lukt me dat? Is dat wat voor mij? En ik heb ook nog andere dingen willen worden. Modeontwerpster of advocaat. Of hier, vraag me niet waarom, dat laatste. Maar dat was meer, denk ik, mijn gevoel voor recht of onrecht. Oh ja. Dus dacht ik, dan moet ik wat aan doen. En... ik ben nog naar een open dag van de politieacademie geweest. Nog. Ja joh, hou op, schei uit. En uiteindelijk werd het toch conservatorium. Je bent naar het conservatorium gegaan. Ja. En had je ook een bepaald idee daarbij, wat je ermee zou willen? Nou, ik trad toen al op. Ik was op mijn 18e, zat ik in een band. En ik had zangles. En het leek me eigenlijk wel heel mooi om... ja, daar dan toch in verder te gaan en dat nog serieuzer aan te pakken. En zo ben ik terechtgekomen op het conservatorium in Alkmaar. Ik weet niet of ik daar een heel beeld bij had van wat ik allemaal wilde. Ik droomde wel groot, dat wel. Maar ja, het was ook echt om het, dat waar ik al mee bezig was, om dat door te ontwikkelen. En het was wel heel fijn om met dat conservatorium bezig te zijn, want dan ben je gewoon de hele tijd, de hele week gewoon bezig met dat wat je wilt. Dat kun je helemaal ontwikkelen. Het voelde dus heel goed voor jou. Ja, ja. Het was voor mij ook wel, muzikaal gezien had ik zeg maar, luisterde ik naar de radio, had ik niet de bepaalde input van mijn ouders of zo. Ja, wel de platen die zij draaiden. Ja, ja. Maar er waren ook leerlingen die hadden
nou, veel meer jazz of klassieke muziek meegekregen van huis uit. Dat had ik niet. Maar voor mij was dat meer een mogelijkheid om dat allemaal te ontdekken. Dus ik was ook heel vaak in de bibliotheek in Alkmaar te vinden. En dat waren toen nog bakken met cd's. En zat ik ook heel veel in de wereldmuziek te struinen. Om echt allemaal nieuwe muziek te ontdekken eigenlijk op die manier. Nu kun je dat online doen. Ja, toen deed ik het. Zeker. Toen deed ik het in de bakken van de Biep. En je zei, ik was al heel vroeg in een bandje. Hoe ben je daarin terechtgekomen? Nou, mijn eerste band, weet ik, was via mijn zanglerares. En zij had een vraag gekregen van een stel jongens. Is er nog een leerling? En ik heb toen volgens mij auditie gedaan bij ze zonder te zingen. Het zien was genoeg. Volgens mij heb ik alleen maar gepraat. En dat was mijn eerste band. En dat was een beetje, we deden een beetje popmuziek. Maar ze speelden ook Tina Turner. En echt dat ik dacht, oh, dit is een rockband. En ik had echt helemaal geen idee. En dat was Save the Save, mijn allereerste bandje. Het was echt een beetje een vriendengroep werd dat ook. Het was heel leuk. En toen wilde ik wel meer. Ik voelde wel dat mijn ambitie was meer. En mijn moeder werkte in het café en die kende de band Break. En zij hadden een advertentie gezet in de krant. Op zoek naar een zangeres waren ze. Dus mijn moeder kwam met een advertentie aan. Ja. Break zoekt een zangeres. Ik dacht, nou, dan ga ik auditie doen. Toen was ik 18 en dat vond ik heel spannend. En het was heel grappig, want mijn vader was mee. Ik had nog geen rijbewijs. Van Bochum woonden we toen naar Heerhugowaard. En we zaten in de auto te wachten. En ik was gewoon heel nerveus. Ja. En we zeiden van, we gaan even luisteren bij degene voor me. En dat vond ik echt niet goed. En toen kreeg ik echt heel veel vuur van, nee, dit mag niet, zo mag je niet zingen. Dus als het om zingen gaat, word ik toch heel fel en heel vurig. En dat maakte ook dat ik een beetje mijn zenuwen kwijt was. En de auditie was heel leuk. Ja. En was het meteen goed of liet je gewoon naar huis gaan? Zij lieten mij zonder een oordeel te vellen naar huis. Ja, dus dat was nog even spannend. Ja. Ze hadden nog een tweede auditie of iets. En, uiteindelijk was ik gekozen. En ben ik met hun... Nou, dat was wel ook een beetje een vuurdoop. Want toen ben ik echt door heel Nederland gaan spelen. Elk weekend weg. Grote podia. Dus dat was wel heel leuk. Ja, en dan moet je toch ook al die nummers moet je tot je nemen, hè? Ja, ik weet niet of ik dat het meest moeilijk vond. Ik heb nog hele mappen met allemaal teksten die je dan ook moest uitzoeken of soms fonetisch. Ja. Dat is ook nu allemaal anders, hè? Dat andere tijd met die internet. Maar dat vond ik wel leuk, denk ik. Gewoon om al die songs in te studeren, ja. Heb je enig idee, heb je lang in die band gezeten? Volgens mij zo 4 jaar, ja. En toen, kwam er toen iets anders op je pad? Of, want het waren ook best wel lange nachten soms. En je zat natuurlijk op het conservatorium? Toen nog niet, maar toen nog niet. Daar kwam ik zo, in het einde van Break inderdaad, was het, dat overlapte een beetje. En toen kwam ik in een bruiloftenband terecht, Cakewalk. Ja joh. Ik heb het allemaal gedaan. En dat was voor mij heel relaxed. Want we waren vroeger klaar. En we hadden ook ander repertoire. Dus meer van de pop en de rockmuziek ging ik meer naar de soul en de jazzy dingen. Oh, ja. Easy listening. Dus dat was ook heel leuk. Een leuke aanvulling. En we deden geen Nederlandstalig of hoempapa of dat soort dingen. Dus dat paste mij ook wel. En dan zaten we in mooie kasteeltjes, mooie bruiloften. Dus dat was wel, vond ik ook wel leuk. Natuurlijk. Nee, zeker niet. Nee. Totdat, eigenlijk dat heb ik dat gedaan. Totdat ik met Ton Nieuwenhuizen, La Luna begon. Ja. Ja, dus dat... La Luna, hoe noemden jullie dat? Een wereldpopgroep of zoiets? Ja, world pop. Ja. Groep. We zochten zelf ook een beetje naar, wat is het nou? We speelden heel veel wereldmuziek. Ja.
Dus daar kon ik dat gestruin in die bakken, zeg maar, in de bibliotheek. Ik kwam daar allemaal samen in die band. En die jongens waren ook... was ook eigenlijk voor hun vrij nieuw. Zo van, nou leuk, andere muzikale invloeden. En... maar ja, we waren heel eclectisch. We hadden hier wat en daar wat van. Dus hoe noem je dat? Dus dat hebben we world pop uiteindelijk genoemd. Ja. Nou, het was natuurlijk een heel groot succes. Volgens mij, als ik me goed herinner, hebben jullie in 2008 de Rabo Cultuurprijs ermee gewonnen. Ja, klopt. Ja, we wisten niet zo heel goed hoe we nu van start moesten gaan. De jongens die erin zaten, werkten ook allemaal met... cabaretiers en allemaal grote artiesten. Allemaal professionals, hè? Ja, dus in het weekend waren eigenlijk de agendas altijd vol. Mm. Dus hoe breng je zo'n band samen? En toen ontstond het idee van de volle maandagen. Ja. De huiskamerconcerten op de maandag rond of tijdens volle maan. Want ik ging toen ook terug van waarom heten we La Luna? Hoe zijn we gestart? En daaruit ontstond eigenlijk dat idee. Volle maan. Ja, en op de maandag konden we allemaal. Waren we allemaal beschikbaar. Ja. En het was voor mensen ook heel leuk. Want die zeiden, op een maandag, concerten op een maandag. Maandag gehaktdag, of wat is het? Wasdag. Wasdag. Ja. En wij hadden maandag concertdag, muziekdag. En dus dat doorbrak eigenlijk voor iedereen een beetje de... Ja, het normale. Dus mensen ontvingen dat heel met open armen. En wij konden lekker spelen. Wij waren allemaal beschikbaar. Maar juist dat we dat met mensen thuis deden... dat viel de jury van de Rabobank Cultuurprijs op. Ze zeiden van, jullie brengen echt de muziek naar de mensen... in plaats van dat ze naar jullie komen. En dat is heel leuk geweest. Ik denk dat dat een beetje ook de start was... van de huiskamerconcerten. Toen was dat nog niet zo... Nee, dat was niet echt regulier. Regal, nee, het was 2006 dat we begonnen. En nu zie je dat veel vaker. Ja. Nou, ik heb jou natuurlijk gevraagd om een muziekclip. Ja. Het is Take One geworden, hè? Take On Me. Take On Me, Take On Me van AHA. Ja, want je vroeg om een muziekclip. Nou, Kitty, wat een moeilijke vraag. en ik dacht... ik heb deze gekozen omdat ik ook ben opgegroeid in de jaren 80. En dan kreeg je muziek eigenlijk altijd aangereikt met clips, videoclips. Ja. En ik weet nog Michael Jackson of Madonna, dat waren hele minifilms. En ik vond deze clip heel mooi omdat hij half getekend is. Ja, ja. Prachtig. Nou, daar gaan we nu even naar kijken. Ja, dat was Take On Me van AHA. Ja, om nog even terug te komen op La Luna natuurlijk. Het was een groot succes. Niet alleen de huiskamerconcerten, maar jullie gaven ook toch wel wat gewone concerten. Ja, we zijn eigenlijk gegroeid gaandeweg. Dus het startte met huiskamerconcerten. En uiteindelijk zijn we kerkjes en kleine theaterplekken gaan doen. Ja. En ja, ik heb natuurlijk een cd daarvan je staan. Want je hebt natuurlijk meerdere cd's gemaakt. Ja. Met La Luna ook. Maar dit is een echt mooi kunstwerkje. Er zit een prachtig boekje in. Ja. Met allemaal tekeningen. Ja, het was een poëzieproject. Waarbij we allemaal gedichten uit heel Europa hadden verzameld. En Rusland. Een Russisch gedicht zit er ook in. Want wij hadden zoiets van... We speelden eigenlijk muziek uit heel veel landen. Met heel veel talen. Ik zong ook heel veel talen. Ja. Ik spreek ze niet, maar ik zong ze wel. En we hadden zoiets van, hoe kunnen we nu onze eigen nummers maken, maar met behoud van al die talen? En wat is eigenlijk in een taal mooier dan de poëzie? Hmm. Dus zodoende hebben we gedichten gezocht, laten vertalen, die weer op muziek gezet. En... we hebben niet de vertalingen in het boekje, want dat, is dan, nee, dat moet dan echt wel tekst. Met de... Ja, ja, je moet echt de poëzie dan eren en niet tekort doen. Maar toen hebben we een bevriende kunstenares, Mieke de Haan, gevraagd om het dan te illustreren. Zodat we een heleboel verschillende disciplines eigenlijk bij elkaar kregen. Ja, het ziet er heel mooi uit. Ja, we zijn er ook heel trots op. Nog steeds eigenlijk.
Ja, dat begrijp ik. Ja, mooi documentje. Op een gegeven moment kwam je project De Gevleugelde Vrouw, hè? Vleugelvrouw. Of Vleugelvrouw. Ja, Vleugelvrouw. Ja. Vleugelvrouw. Ja, ja. Klopt, ja, dat was, die kwam er tussendoor piepen. Ja. Die kwam in mezelf omhoog borrelen. Dat was een heel proces, kan ik je zeggen, ja. Het voelde, ik voelde hem van binnen. En het start ook een beetje met een beeld, alsof iemand op een deur klopt. En ik dacht van, wat is dat beeld? Hoe moet ik dat vertalen? En er zijn wel verhalen van mensen die starten projecten aan de hand van een droom. En dacht ik, ja, dat is allemaal mooi, hè? Als je dat doet en als dat lukt. En voor mij was dat ook wel een teken van, maar wacht even, ik moet dit beeld serieus nemen. Dit is de start van een nieuw iets. En dat is vond ik heel spannend, want het was nog niks. Met dat beeld in mijn hoofd ben ik gewoon aan de gang gegaan. Schrijven, mensen erbij vragen. Het was best een strijd in het begin van het jaar. Want het was 2012. Ja. Het was het jaar dat de aarde zou vergaan, dachten mensen. En ik dacht, nou ja, goed, als dat zo is, dan moet ik snel zijn. Maar het voelde ook echt van, dit wordt mijn jaar van vliegen. En in het begin van het jaar, nou, niets was minder waar. Het was echt, ik kreeg stembandknobbels, mijn moeder raakte in het ziekenhuis. Ik wist het niet meer. Maar eigenlijk die hele strijd en dat hele gehobbel. Het was ook wel een beetje naïef om te denken dat ik gewoon lekker zou opstijgen in één keer. Het gaat altijd over hobbels. Ja, inderdaad. Met tegenslag. En dan toch ga je uiteindelijk de lucht in. In 2013 werd het een theatershow. Ja, klopt. Het was een theatershow. En wat ik daar ook, net als eigenlijk dat boekje, vond ik het heel leuk om heel veel verschillende disciplines bij elkaar te voegen. Want ik hou enorm van al die dingen doen. Nou, dat was gekke werk om het allemaal zelf te doen. Dus er kwamen allemaal mensen bij. Er kwam een danseres bij, Fleur Jacht. Er kwamen muzikanten bij, een VJ, Lisbeth Bouwman. Ook weer Mieke de Haan heeft een animatie gemaakt. Maar doordat ik dat ging doen, kwam als vanzelf bij Mam. Dat Masha en Mark, zij maakten ook kostuums voor Joop van der Ende, voor musicals. En die zeiden, wij willen wel de kostuums maken. Dus ik had echt zo, wat gebeurt hier, weet je? Wat je altijd in boeken leest. Ja, precies. Dat alles dan naar je toe komt en dan begint te stromen. Ik dacht, ja, bij anderen wel. Maar bij mij dus ook. Zo werkt het gewoon. Dus als je wat wilt, moet je starten. En dan, ja, ik weet niet, dan gaat de energie gaat met je meezoomen. En je gaat het daarover hebben. En mensen horen ervan en gaan bijdragen. En op die manier kwam er dus een hele voorstelling samen op dat podium met al die verschillende disciplines. En te gek. Ja, mooie voorstelling. Herinner ik me nog. Hé, was je erbij? Ja. Wauw. Ja, te gek. En een paar jaar daarna heb je een soloalbum begonnen, hè? Klopt, ja. Ja, want we zijn eerst nog even in het klein met Vleugelvrouw het land ingegaan. En toen kwam ook wel de wens, ja, kan ik dan een eigen cd maken? Want de grap was dat ik van heel veel disciplines hield. En door Vleugelvrouw had ik echt wel gemerkt, zingen is mijn ding. En daaruit volgde die cd I Sing, Engelstalige cd. Dus dat is ook weer, dat was het volgende droom. Ja. Nou ja, goed, en met Peter van Vleuten, jouw lief natuurlijk. Ja. Hè? Heb je ook heel veel dingen gedaan en doe je nog heel veel dingen. Jullie hebben in coronatijd, herinner ik me, huiskamerconcertjes gegeven via Facebook. Ja, dat was ook heel erg leuk. Ja, ik zit hier op een oranje bank. Ja, wij hadden een rode bank. Ja. Ja. De rode bank, de meest beroemde bank, denk ik, inmiddels. Of de rode bank dan. Ja, we zijn maar gaan streamen. Wat moesten we? Dus ja, dat was een rare tijd. Ook een hele lastige tijd. Ja, hè? Ik vind het nog steeds, merk ik, dat dat nog steeds wel impact heeft. Want je moet het wiel weer aandraaien. Wij zijn begonnen met lesgeven. Dat gaat nu heel goed. In Old School, in Burgerbrug? Ook, ja.
Onder andere daar en ook thuis en op andere plekken in het land. Maar ja, daar ligt nu heel erg ook het accent op. En voor ons wordt het ook wel weer tijd van... we mogen wel weer aan een nieuw programma gaan werken. Ja, en, want jullie hebben natuurlijk ook samen heel veel gezongen. Ja. En flitsconcertjes gegeven, zeker. Onder andere. Hè? Ja. En ja, allerlei andere concerten. Ja, we zijn heel erg dan op zoek naar... wat kunnen we waar doen? En flitsconcerten is echt voor feestjes, voor als mensen jarig zijn. Maar huiskamerconcerten, dan doen we weer echt ons theaterprogramma. In een huiskamer of in een theater. En ik weet dat we in 2024 spelen we nog ergens in Oude Sluis. Dat is dan zo'n heel eenzaam op zichzelf staand theater gebeuren. Ja, leuk. Dus dan mag weer een nieuw programma ook aankomen. Nou, daar wordt vast wel aan gewerkt, denk dat ik. Dat gaan hè? We zeker doen, ja. Ja. Dat is denk ik ook van... Ja. Ja, nou ja, goed, ik heb ook nog een paar dilemma's voor je. O ja, dat zei je. Ja. In de Ziggo Dome optreden of huiskamerconcerten? nou, Ziggo Dome, Kitty. En dan graag met de sfeer van een huiskamerconcert. Dat lijkt dat me wel heel een mooie, leuk. Ja. Ja. Huiskamerconcerten zijn zo bijzonder, omdat ze zo intiem zijn en zo direct. En ik weet helemaal niet of ik in de Ziggo Dome dat zou kunnen, want dat is natuurlijk zo groot. En ruimte vind ik ook wel overweldigend, ja. Moet ik zeggen. Als je een grote ruimte hebt, dat doet iets met mijn energie. En ik moet zeggen, als ik zelf naar de Ziggo Dome ga en ik ga zelf een concert bekijken, doe ik niet vaak, maar heb ik een paar keer gedaan, vind ik het ook heel ver en afstandelijk. Ja, en vind ik ook. Vind ik het heel knap als mensen wel een soort nabijheid kunnen creëren. Dus ja, dat zou dan denk ik mijn wens zijn. Ziggo Dome met intimiteit. En dan werken met mannen of werken met vrouwen? Oh, wat een leuke. Oeh. Poeh. Ik heb dat allebei gedaan. Met Lele Mam, een vrouwengroep. Ik geef vrouwenles. Dat vind ik heerlijk. Mannen vind ik ook geweldig. Dat is een heel andere energie. Ja. Mannen zijn gewoon, ja, je kan niet alles over een kam scheren, maar mannen zijn soms gewoon ook makkelijker. Toch ga ik voor vrouwen. Nou, dat is verrassend. Ja, had je het niet gedacht? Ik wist het niet. Nee, ik weet het ook geen niet. Geen idee. Ja, en dan rimpels of strak trekken? Oh, ik zeg nu heel stoer rimpels. Ik probeer ook mijn haar gewoon niet te verven en grijs te laten worden. Dus dan ook maar die rimpels. Maar als het te veel wordt... Dan toch nog maar iets. Ja. Ik weet het niet. Ah, ik weet het niet. Is ook wel lastig natuurlijk. Ik vind uiterlijk best een ding. Ja. En ik vind het leuk om er leuk uit te zien. Maar wie zegt dat rimpels niet leuk zijn? Nou, dat ben ik helemaal met je eens. Dus ja. Ja. En dan geef ik nog heel een kleintje toe. Munthee of sambuca? Voor nu sambuca. Ik ben zo blij dat je dat zegt. Ik drink het nooit, maar ik vind het heerlijk. Ja, ik ook. Zullen we die gaan doen? Ja, dat gaan we doen. Ja. Ja, het zit er alweer op. Echt? Dankjewel, ja. Helen. En heel veel succes. En samen met Peter natuurlijk ook. Dankjewel voor de uitnodiging. En wat mij betreft heel graag tot de volgende.